Inspirerende quote. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al, mijn opa had gelijk. Dit is een voorbeeld van een inspirerende quote. Jullie kennen ze misschien wel, billionaire quotes. Allemaal van die onzin dingen die voorbij komen waar je niet goed van wordt. Vandaag kijken we naar het hoogtepunt, of moet ik zeggen het dieptepunt. Als jij vandaag aan het eind van de video niet gemotiveerd bent om iets van je leven te maken, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Daar gaan we voor. Dit account heet Motivatiekoning en het is echt het laagste van het laagste wat we in tijden gezien hebben. Laten we even naar een paar kijken. Dus kijk, hier hebben bijvoorbeeld een te lange quote van QC, die is waarschijnlijk weer aan het huilen of zo. Een emotionele man is een sterke man. Boef. Eerst geld verdienen. Verliefd worden doe ik later wel. Oh, dat is echt inspirerend. En dan ga je naar die comments. Financiën voor jongeren zegt, geld en liefde komen allebei met de tijd. We gaan alle quotes die slecht zijn en wij zelf bedenken en in beeld komen, daar gaan we een account van maken. We gaan ze ook posten aan het eind van de video. Nog even een naam verzinnen wel. Je kan misschien iets met billionaire quotes doen. Misschien tientjes quotes of zo. Gewoon iets met weinig geld. Kleingeld quotes. Kleingeldquotes. Kleingeldquotes, ja. Bokka. Bokka. Dit is een goeie. Tag het mooiste meisje die je kent. Wie zei het taggen? Pamela Cruz. Pamela Cruz. Hij heeft Pamela Cruz op Snap, hè? Ai, Bokka. Ja. Ik vind het mooi aan deze quote dat het zo pakkend is, dit. Hier ga ik mijn leven door beteren. Tag iemand die minimaal één ledemaat maakt. Maar zullen we eens even kijken of het nou echt een heel mooi meisje hier is? Ja. Ja, maar het probleem is, het zijn 12-jarigen die nu mensen gaan taggen. Zal ik gewoon iemand taggen? Ja. Dit is zielig. Wat moet je wel denken als je daadwerkelijk hier iemand tagt, dan is het toch gewoon klaar? Jij bedoelt te zeggen, op het moment dat je iemand tagt, ja, dan wordt het niks meer. Dit is zo ver weg van de rest van de samenleving. Het is niet eens gek voor deze mensen, nee, weet okay. Je wel. Dit dat is gewoon normaal. Een compliment zelf. Ik wil eens even een filmpje kijken. Ja, Hans. Hansie. Hey Hansie. Hansie. Hans is wel altijd iemand van de leeftijd. Ja, echt wel. Ja, dat klopt. Ja. Goede tips geven. Dus ik ben wel benieuwd. Ik vind het leuk als het met iemand anders goed gaat. Ja. Ik vind het leuk als iemand een goede uitzending maakt. Ik vind het leuk als iemand een goed interview maakt. Ik heb niet altijd de indruk dat ze het leuk vinden als het met jou goed gaat. Zo. En die komt even binnen hoor. Voor Alec is het ook heel herkenbaar. Want toen hij dus gepromoot werd van vakkenvullen tot achter de kassa zitten bij de Albert Heijn, misgunde al zijn vrienden. Toen we het smeren aangekeken de jochel van de broodafdeling. Ja, herkenbaar. Hoezo? Maar zitten hier alleen maar succesvolle miljonairs in de chat ofzo? Gerard had een 8,5 voor verkeer gehaald. En nu misgunt iedereen het hem. Hij is hem kwijt. Hij weet helemaal niet waar hij staat. Of hij wel of geen bui. En steekt zijn hand omhoog. Don de Jong in 2018. Toen zat hij aan de SOS. Hij had schulden. Toen deed hij de timmermansopleiding. Maar hij dacht, fuck it. Weet je, ik wil stoppen. Toen heeft hij al zijn vrienden in de steek gelaten. Want daar heb je niks aan. En is hij gaan vloggen. Don de Jong in 2018 had hij een auto. En hij deed de kofferbak open. Dus hij had in 2018, ten eerste had hij al een auto. Tegen de tijd dat ik een auto heb, hè. Met een kofferbak, hè? Met een kofferbak ook nog. Welke auto heeft nou een kofferbak? Oh, fuck. Echt onzin gewoon. Alsof hij 2018 in de shit zat. Maar waar zit hij nu dan? Dat wil ik nog wel eens zien. Want als hij 2018 al zo goed zat, waar is hij nu? Holy shit, hij heeft nu een duurdere auto. Maar zonder kofferbak. Loser. Oh, dit is dus een levensles. Het is omlaag gegaan. Een auto zonder kofferbak. Ja. Cookie Monster, je weet zelf, zegt het is hem zeer gegund. Zo zie je maar. Enzo Knol, als jij die mentaliteit hebt. Ja. Enzo Knol heeft een fantastische mentaliteit, want die maakt de hele tijd vlogs. In 2010 zat hij aan de drugs, hè. De leven te vergooien in de achtertuin van zijn moeder, van Irma Knol. Dus dit moet heel inspirerend worden dan. Dat moet wel. Kijk wat hij nu is, man. Hij heeft een auto met een kofferbak. Als jij erin gelooft, als je er keihard voor werkt, als jij die mentaliteit hebt dat al je vrienden uitgaan, dat ze gaan stappen, dat ze leuke dingen gaan doen en dat jij met je hoofd erbij bent van nee, ik ga niet mee stappen, want de volgende ochtend moet ik vroeg op trainen. Nee, ik ga niet mee, want ik heb nog dingen te doen. Ik moet nog ergens aan werken voor mijn toekomst, voor iets wat ik wil worden. Als jij die mentaliteit hebt, dan kan je zo verschrikkelijk veel dingen bereiken. Ja! Met een tijd, kom op, we gaan nu. Werken. Wat gaan we doen eigenlijk? We lopen. We gaan gewoon, kom op dan.
Hey, trouwens, jij moet weg, want we gaan nou. Ik wil geen leuke dingen met jou doen. Nee, maar dit is natuurlijk een beetje gek, hè? Want Ezra Knol die liep 10 jaar achter, dus die moest inderdaad extra werken om die 10 jaar te halen. Maar de gemiddelde Nederlander die doet gewoon zijn dingen. Die doet wel leuke dingen. Hoe kun je nou denken, oh, al mijn vrienden gaan leuke dingen doen? Ik doe niet mee, want ik ga morgenochtend nog even naar de dagkoers van de crypto kijken. Je hebt helemaal geen geld nodig om lol te hebben. Dus. Zo, dit gaat op ons account, hè? Dit is Govert. Govert die was Area 21 of wat was het? Area 69? Arena. Hij was de Amsterdam Arena ingegaan. Ja, en toen ging die aliens zoeken samen met Ties. Govert die wil ook iets zeggen. Ik ben benieuwd. Oh, in een podcast met Kai Gorgels. Dus daar worden meestal wel verstandige dingen. Kai Gorgels? Die poest zijn tanden niet. Ja. Die gebruikt altijd mondwater. Als ik thuis kwam was ik gelukkig. Ja. En als ik wakker werd was ik gelukkig. Als ik droomde ik heerlijk. Maar gewoon die uren op school buiten de pauze om. Dat voelde, elk uur voelde zonde. Ik dacht, ik kan nu dit doen, ik kan dit. Want ik had zoveel energie en leuke dingen die ik van plan was. Ho, 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 ho! En nu, weet je waar we nu aan zijn gekomen? A zeggen. En B doen. Eerst zeggen ze. Dat ze leuke dingen gaat doen en dat jij met je hoofd erbij bent van nee. En nu zegt hij. Ik heb geen zin in school, want ik wil leuke dingen doen. Nou, Govert, het is godverdomme het een of het ander, ja? Dat is ook een quote. Ik vond school wel leuk. Gewoon lopen kloten als je alles snapt. Hij snapt en alles behalve Nederlands. Govert. Het is niet alleen maar. Ja, het is niet alleen maar tijd voor leuke dingen. Ik wil even mijn excuses aanbieden dat ik me net even liet gaan. Was niet de bedoeling. Maakt niet uit. Maar ze hebben contact gehad met Frenkie de Jong. Oké, Frenkie had een quote gegooid. In de DM. Laag. Hot day. Wacht, was Frenkie de Jong daar? Hè? Nou, ik zag van te kijken hoor. Oh, Gio in 2018. Oké, we gaan nu ook nog even kijken wat Gio allemaal voor bizarre dingen. Wat voor bizarre transformatie Gio gehad heeft. 3 jaar, hè? Hoe groot kan het verschil zijn? Hij koopt hier een Range Rover die wij ook nooit in ons leven kunnen betalen. Net zoals iedereen hier in de comment sectie. Dus hij zat toen echt wel helemaal onderin. Hij koopt een Range Rover. Hoe duur zou zo'n Range Rover zijn? Dat wil je niet weten. 100.000 euro. Ja, zoiets. En nu koopt hij een auto van 1 miljoen. Oh. Ja, ik word echt niet goed, serieus. Nee, ik word ook onwel. Het lijkt me beschamend om in zo'n dure auto rond te rijden, want dan sta je toch voor lul. Ik ga in een Fiat Multipla, jongens. Ik zeg dat altijd tegen iedereen. Moet je je voorstellen, Fiat Multipla, hij komt nu in beeld. Bam, helemaal gepimpt, vlammen erop. Of hij is volledig goud. Je kan met z'n drieën voorin, hoe fucking handig is dat? Dat is wel handig, ja. Dus je hebt links iemand rechts, maar in het midden kan dus ook nog iemand voorin. En dan gewoon gaan, weet je wel. Gewoon gaan, 80 km per uur, gewoon gaan. En 2 kofferbakken. Zo! Zullen we er nog eentje doen? We moeten wel een verstandige man. Ja. Oh hier, Frank Lammers. Frank Lammers. Een verstandige jongen. Frank de Boer! Frank! Die is heel verstandig. We sluiten af met een quote van. Oh, we hebben er 2. Je moet kiezen, Boef of Gio. Of zullen we ze allebei doen? Allebei, fuck it. Eerst Boef. Ben ik wel eens eenzaam? Ja man, zeker. Maar niet zielig eenzaam, snap je? Ik ben niet zielig, daar zit al altijd, ben ik wel. Het is ook niet dat ik super eenzaam ben, alleen soms heb ik wel momenten dat ik af en toe, als ik in mijn eentje ben, dat je dan zielig bent, zeg maar. Dat ik dat wel denk. Ja. Hier, hij zegt, ben ik wel eens eenzaam? Zegt hij, ik ben niet zielig eenzaam, maar ik heb wel eens momenten dat ik denk, ja. Ik ben gelukkig maar alleen en alleen maar gelukkig. Oké, de allerlaatste. Gio, ben jij gelukkig? Ik ben benieuwd. Ben jij gelukkig? Ik denk niet helemaal. Nee, ben ik niet. Ik zit zo lekker in mijn vel de laatste tijd. Ik voel me zo top thuis, hier, overal. Ik ben echt zo ontzettend gelukkig. En ik kom echt ook zo erg gelukkig. Kijk eens even, maar dit is motivatiekoning op zijn best. Ben jij ongelukkig? Dan zoek je de minderjarige op. Nou, werkt dat zo? Ja, dat weet ik wel zeker dan. Ah, oh, dit is zo verschrikkelijk. Oh, Gio was eerst ongelukkig. Maar nu heeft hij contact met een 16-jarige. En nu is hij dolgelukkig. Dit is toch niet normaal? Ja, die jongen die gaat het niet begrijpen. Nee, die snapt dat gewoon niet. Dat is echt wel klaar hoor. Waarom zou die ongelukkig zijn dan? Door zijn acne of zo? Ja, zijn auto had geen kofferbak. Wil jij ook motiverende quotes?
waardoor je niet stopt met school. Ga dan naar Kleingeldquotes. Gasten, de link van Kleingeldquotes staat in de beschrijving. Dus je kan gewoon aanklikken. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet, hard work pays off. Ja, ik niks aan doen. Ja. We gaan nu trouwens die mentaliteit waar Enzo Knol het over had. We gaan geen leuke dingen doen, we gaan werken. Enzo Knol, kom op. Onze vrienden gaan aan de stad, maar wij gaan pilsen. Nee.